Goedemiddag allemaal en welkom bij deze hele bijzondere gelegenheid in de aula van de Universiteit Maastricht en natuurlijk ook voor degenen die online aan het kijken zijn. Een speciaal welkom aan Joris en Adina en aan de ouders en de overige familie van professor Simon de Beauzard. Mijn naam is Marielle Heltjes en ik ben de decaan van de School of Business Economics. En als prorector mag ik vandaag deze academische zitting voorzitter. En dat is een grote eer. Nou is deze academische zitting natuurlijk eigenlijk voor professor Beauzard. En daar gaat hij dadelijk ook echt gebruik van maken, dat beloof ik u. Maar van tevoren wil ik toch eerst ook nog iets over Simon zeggen. Want de oratie is natuurlijk een officiële publieke lezing en daar aanvaardt hij zijn benoeming als hoogleraar aan de School of Business Economics en als hoogleraar Learning and Development in Organizations. En heel specifiek in het departement Educational Research and Development. Maar omdat Simon als persoon natuurlijk ook belangrijk is, wil ik daar even kort bij stilstaan voordat we hiermee beginnen. En eigenlijk beginnen met te zeggen dat ik namens iedereen bij de School of Business Economics heel erg blij ben dat Simon hoogleraar bij ons is. Hij zal dadelijk inhoudelijk laten horen waarom dat voor ons belangrijk is en waarom we daar zo trots op zijn. Maar ik wil toch ook een paar zaken hier benoemen waarvan ik eigenlijk wel overtuigd ben dat Simon die niet zelf in zijn eigen reden gaat vertellen. Dus laat me in het kort de orator van vandaag aan u voorstellen. Zoals ik al zei, zijn we bijzonder blij met alle bijdragen die Simon aan de School of Business Economics heeft geleverd. Want hij heeft ongetwijfeld onderwijsontwikkeling en onderwijsinnovatie naar een blijvend hoger plan getild. En in zijn carrière bij ons was hij tot vorig jaar programmaleider van onze masterprogramma Learning and Development in Organizations, wat sommigen van u waarschijnlijk nog kennen onder Management of Learning. En dat programma dat is wel echt een icoon binnen de faculteit, want ik geloof dat het het enige is dat al 10 jaar lang in heel veel verschillende rankings echt tot de top behoort. Daarnaast, alsof dat nog niet genoeg is, Simon de founding father van SBA's Learning Academy. En daar was hij als directeur verantwoordelijk voor de professionele ontwikkeling van al die docenten die binnen de School of Business and Economics lesgeven. En daarnaast was hij ook nog lid van het managementteam van ons onderwijsinstituut. En nu denkt hij, oké, zo is het wel genoeg. Maar nee, hij bleef daarnaast ook nog zelf onderwijs geven en coachen. En naast al dat brede onderwijsgerelateerde portfolio bleef hij ook als onderzoeker heel actief. En ik denk wat zijn werk heel bijzonder maakt, is dat op het gebied van leren op de werkplek hij niet alleen zijn kennis publiek maakte door academische artikelen, maar dat ook heel actief deed via boeken, via artikelen, via workshops en via adviestrajecten voor echt een veel, veel breder publiek. Collega's die kwalificeren je als een academische entrepreneur. Iemand die vanuit een passie voor zijn vakgebied en een toewijding aan het leveren van hoge kwaliteit altijd kansen ziet om een mooi nieuw onderzoeksvoorstel te schrijven. Collega's werken erg graag met je samen. Niet alleen omdat ze weten dat je altijd zult gaan voor die hoge kwaliteit en ook anderen daarin maximaal motiveert om mee te gaan, maar ook om wie je bent, om je persoonlijkheid. Ze hebben het gevoel dat je om hun geeft als mens. En wanneer dat nodig is, ben je er voor hun en met een goed gevoel voor humor haal je het maximale uit de samenwerking. En ik denk wanneer ik zo rondkijk in deze zaal, dat die waardering zich zeker niet alleen beperkt tot jouw eigen departement, maar ineens, niet eens alleen tot de School of Business Economics, maar tot ver daarbuiten uitstrekt. Zelfs buiten de grenzen van de Universiteit Maastricht. En dat is denk ik iets om echt trots op te zijn. Nou, gaven die oren en die ogen die mij de ingrediënten hebben aangereikt voor deze introductie, ook me nog wat andere intrigerende informatie over jou als persoon. En ik vind het intrigerend omdat ik misschien wel ook een beetje stiekem hoop dat we dat ook nog in het hoofdprogramma van vandaag iets van mee zullen kunnen krijgen. Want Simon, dames en heren, is een zeer getalenteerd muzikant die niet alleen heel goed piano speelt, maar het liefst zang, dans en acteren met elkaar combineert. Maar ik heb ook bedacht wat vandaag niet komt. In de toekomst, ongetwijfeld, is er vast nog een ander feestelijk moment waarin we ook die talenten van jou kunnen aanschouwen.
Nou, professor Bozaar, het is nu toch echt het moment gekomen om de inaugurele reden, getiteld Context Matters, de lerende organisatie ontrafeld, te mogen uitspreken. En ik nodig je dan ook graag uit om mijn plek hierin te nemen. Dan ga ik zitten waar jij nou zit. Ik moet nog beginnen en ergens aan het drinken. Bedankt voor de warme introductie, prorector. Heel fijn om te horen. Ik dacht, ik moet nog beginnen aan mijn reden. En nu is de prorector mijn ganse cv aan het benoemen. Dat wordt nog krap in de tijd, maar het komt helemaal goed. Geachte prorector, geachte collega's, geachte familie en vrienden. Heel fijn dat jullie hier allemaal zo talrijk aanwezig zijn en dat ik samen met jullie mijn passie voor leren en ontwikkelen mag delen. Een passie die zich de afgelopen 16 jaar in de academische wereld heeft ontwikkeld, maar die zich waarschijnlijk eigenlijk al veel langer heeft ontwikkeld. Waarschijnlijk de afgelopen 38 jaar met een moeder in het onderwijs en zelf als 15-jarige voor de klas komen te staan in de muziekschool. Het kon moeilijk anders dat ik iets met leren en ontwikkelen zou gaan doen. Ik snap dat de ene foto al schattiger is dan de andere. Het zit hem ongetwijfeld in de schattige bril. Nu, die passie van mij is niet het enige wat zich de afgelopen 38 jaar heeft ontwikkeld. Er zijn nog heel veel andere ontwikkelingen geweest. En toen ik aan onze vriend ChatGPT vroeg wat die ontwikkelingen waren van de afgelopen 38 jaar, kreeg ik dit lijstje. En er werd verwezen naar de grootste uitvindingen, waaronder internet, mobiele telefoons, GPS. De afgelopen 38 jaar is echt wel heel veel gebeurd. Maar de opmerking van ChatGPT was misschien nog interessanter. In die zin dat er iedere dag opnieuw zodanig veel uitvindingen zijn dat die mij onmogelijk een uitgebreide lijst kon geven van al die uitvindingen. Met andere woorden, we wonen en werken in een erg dynamische omgeving. Een dynamische omgeving omwille van kennis die snel evolueert en nieuwe technologie die steeds opnieuw zijn intrede doet. Artificial intelligence, heel recent, is daar eentje van. En dus hebben we behoefte aan erg dynamische werknemers. Werknemers die niet alleen de expertise hebben die nodig is om het goed te doen in hun job, maar vandaag ook heel belangrijk, die flexibel weten te zijn, die kunnen anticiperen op veranderingen en die ook nog eens teamplayer weten te zijn, organisatiesensitief zijn en een balans weten te vinden tussen privé en professioneel leven. Een gans resem aan competenties, het is wel wat. Bij gevolg krijgen we vragen als departement Education Research and Development van verschillende organisaties. De ambulancezorg bijvoorbeeld, die vraagt van hoe kunnen wij er nu voor zorgen dat onze werknemers inzetbaar blijven? Hoe pakken we dat nu aan? Of de metaal-elektrosector in Vlaanderen. Wij willen de leergoesting, zo'n Vlaams woord, de leermotivatie van onze werknemers hoog houden. Hoe kunnen we dat nu het beste gaan doen? Of een vraag uit de onderwijssector. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze beginnende docenten aan boord blijven en niet gaan uitvallen. Want heel veel docenten die verlaten het onderwijs na de eerste 5 jaar in de praktijk. We doen dus blijkbaar wel iets verkeerd wat betreft hun leren en ontwikkelen. Samengevat, leren en ontwikkelen hoog op de agenda van vele en talrijke verschillende organisaties. En dat is relevant, een belangrijke vraag, want de praktijk lijkt toch een stuk weerbarstiger. En ik bracht wat cijfers mee. Ik blijf eerst bij mijn oorsprong uit Vlaanderen. We zien bijvoorbeeld hier een gebrek aan leercultuur in organisaties. Bijna 80% van de Vlamingen tussen 25 en 65 jaar ziet geen nood aan opleiding of training. Leren en ontwikkelen hoog op de agenda, maar de nood wordt niet erkend. En dan zie ik sommige van mijn Nederlandse collega's en vrienden al denken van ja, maar dat zijn Belgische cijfers. Die krijgen hun wegen nog niet op orde, laat staan dat ze levenslang leren kunnen gaan organiseren. Ik moet jullie ontgoochelen, collega's, want de cijfers in Nederland zijn niet zo anders.
Hier wat cijfers van collega's van het ROA, van Annemarie. Zij toont bijvoorbeeld dat ook informeel leren dat aan het dalen is in de Nederlandse organisaties. Wanneer ze kijkt naar de periode 2004 tot 2020. Of cursusdeelname is opnieuw tussen 17 en 20 gedaald in Nederland. Een probleem in België en in Nederland. En dus willen we leren en ontwikkelen op de agenda en willen we leren en ontwikkelen op een betere structurele manier gaan ondersteunen in organisaties. Hoe we dat nu precies kunnen gaan doen, kom ik zo dadelijk op. Eerst een klein stapje terug. Want we hebben voortdurend de mond vol over levenslang leren, een leven lang ontwikkelen. Maar wat bedoelen we daar nu precies mee? En bedoelen we wel allemaal hetzelfde met een leven lang leren of een leven lang ontwikkelen? Een leven lang leren is, zoals het woord het zelf zegt, levenslang leren is alle leren wat je in je leven onderneemt. Een hobbycursus, een pianocursus bijvoorbeeld, een bloemschikcursus, ook dat is levenslang leren. Maar levenslang leren heeft subcategorieën. En één daarvan is werkgerelateerd leren. Leren wat je onderneemt, weer zoals het woord het zelf zegt, naar aanleiding van je werk. Dat betekent wanneer een boekhouder een lerarenopleiding gaat volgen om zich te heroriënteren in zijn carrière, dat hij ook weer aan werkgerelateerd leren doet. Nog een subcategorie daarvan is werkplek leren. En dat betreft het leren wat de werknemer onderneemt naar aanleiding van zijn job, van zijn functie. In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt wat dat werkplekleren betreft. En daar ga ik nu in de rest van mijn reden op focussen, dat werkplekleren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen formeel leren enerzijds en informeel leren anderzijds. Het formeel leren kennen we allemaal onder de noemer training. Het is het leren wat gestructureerd is, waarbij een docent vaak voor de klas staat en wat leidt tot een certificaat. En we weten uit onderzoek dat enorm veel geld geïnvesteerd wordt in dat formeel leren. En zo hebben 3 doctoraatstudenten aangetoond, Dominique Freulich, Maaike Gerke en Antoine Lecat. We weten ook dat dat leren goed is voor kennisontwikkeling, voor die ene competentie. Maar we hadden het daarnet over die hele brede scala, dat hele brede scala aan inzetbaarheidscompetenties. Dat formeel leren helpt veel minder goed wat betreft het ontwikkelen van een zekere flexibiliteit en anticipatie. Dus willen we echt inzetbare werknemers, moeten we toch ook naar andere vormen van leren gaan zoeken. Formeel leren heeft zijn beperkingen, heeft te maken met het feit dat die training niet altijd de snelle evolutie kan volgen, de snelle evolutie op de werkvloer zelf, en heeft ook te maken met het feit dat de brug tussen wat geleerd wordt in een training en dan effectief de werkplek, dat die niet altijd makkelijk te slaan is. Het is niet altijd makkelijk om meteen te gaan toepassen op de werkplek wat je in een training hebt geleerd. Gelukkig zijn er alternatieven. Alternatieven voor training zodanig die inzetbaarheidscompetenties te ontwikkelen. En dat is wat ik al eerder zei, dat informeel leren. Over het algemeen wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 types informeel leren. We hebben leren van en met collega's, sociaal informeel leren, wanneer je feedback gaat uitwisselen bijvoorbeeld op de werkplek. We hebben individueel informeel leren, wanneer je aan trial and error doet. Je hebt een bepaalde ervaring en je gaat daarover nadenken, je gaat erop reflecteren. En we hebben leren van meer objectieve bronnen, leren van wat we lezen in boeken en op het internet bijvoorbeeld. Samengevat zijn er verschillende types leren. Werkplek leren wordt onderscheiden door een onderscheid te maken tussen informeel en formeel leren. En wat informeel leren betreft, maakte ik een onderscheid tussen leren van anderen, leren van zichzelf en leren van objectieve bronnen. Of sociaal informeel, individueel informeel en leren van objectieve bronnen. Als we straks leren willen ondersteunen op de werkplek, is het belangrijk om rekening te houden met al die verschillende types. En om al die verschillende types leren te ondersteunen. Brengt mij meteen bij mijn tweede deel van mijn presentatie. Nu we weten wat werkplekleren is, welke verschillende types leren onder werkplekleren vallen, laat ons nu eens kijken hoe we dat leren optimaal kansen kunnen geven. En dan zitten die kansen toch heel erg in de omgeving. Context matters. Leren is steeds een interactie. Werkplekleren is het resultaat van een interactie
tussen enerzijds een individu en anderzijds een context. Een context waarin het individu werkzaam is. Het individu heeft bijvoorbeeld een bepaalde leermotivatie en die leermotivatie kan beïnvloed door de omgeving. En die omgeving definiëren we dan heel vaak door te kijken naar condities in die omgeving. Of we noemen het ook wel eens leerklimaat. En gegeven de korte tijd die ik heb vandaag, dacht ik, laat ons daar op focussen. De rol van leerklimaat, een bril om naar de rol van die omgeving te kijken. Collega Irina heeft leerklimaat gedefinieerd als de percepties van de werknemers van het organisationeel beleid en bijhorende praktijken, bedoeld om het leergedrag van werknemers te faciliteren, belonen en ondersteunen. Klinkt heel mooi, het kan nog concreter. Leerklimaat wordt vaak gedefinieerd door een onderscheid te maken tussen 6 verschillende dimensies. En een fundamentele dimensie is leerleiderschap. Met andere woorden, een leider die leren en ontwikkelen heel hoog op de agenda zet en die het belangrijk vindt dat zijn werknemers zich blijven ontwikkelen. Nog concreter, velen van ons zijn leider, hier heb je een checklist. Als je wil weten wat een leerleider nu precies doet, wel enkele voorbeelden. Een leerleider is rolmodel, gaat zelf blijven leren en toont dat hij dat belangrijk vindt. Gaat anderen stimuleren om te blijven leren. Gaat werknemers stimuleren om wat geleerd werd in bijvoorbeeld een training ook effectief te gaan toepassen op de werkplek. Leerleiderschap als fundamentele conditie, omdat het een invloed heeft op die andere condities. Andere condities in de omgeving die weer een belangrijke rol spelen om leermotivatie en leren van werknemers te bekomen. Zijn er bijvoorbeeld opportuniteiten om te leren? Is er een aanbod aan training? En is er mogelijkheid om je te blijven ontwikkelen op de werkvloer? Wordt er een steun ervaren om te leren? Is er ruimte om te leren in termen van tijd en geld? Wordt er autonomie gegeven aan de lerende, aan de werknemer? Kan de werknemer kiezen wat hij gaat leren en op welke manier? En voelt hij zich dus verantwoordelijk voor zijn leren? En is er mogelijkheid tot kennisdeling op de werkplek? Kan er makkelijk feedback uitgewisseld worden met collega's? Als die condities aanwezig zijn, spreken we van een warm leerklimaat. En we weten uit onderzoek van Samantha Krans. Samantha Krans heeft aangetoond dat leerklimaat wel degelijk een rol speelt voor hier in dit geval sociaal leren. Als er een warm leerklimaat is, wordt er meer feedback uitgewisseld, wordt er feedback gezocht, vooral bij leidinggevenden hier in dit geval, wordt er hulp en informatie gezocht en bij gevolg worden inzetbaarheidscompetenties ontwikkeld. En in vervolg kwalitatief onderzoek van Samantha Krans, onderzoek wat trouwens gebeurde enerzijds bij governmental organizations, overheidsinstanties, anderzijds bij consultants. Wel, Samantha vond dat deze 3 condities van het leerklimaat cruciaal waren om echt dat sociaal leren kansen te bieden. Nog een ander PhD-onderzoek, Peggy Lambrix, ook hier aanwezig. Ook Peggy ging eigenlijk op haar manier kijken naar leerklimaat, want Peggy ging management support en exposure to innovation onderzoeken. Je zou het andere dimensies van dat leerklimaat kunnen noemen, of 2 condities in de omgeving. Als er veel managementondersteuning is om onder meer te gaan leren, wanneer er blootstelling is aan veel innovatie, veel leerkansen, ja, dan vond Peggy dat er veel meer innovatief werkgedrag is. Wat wil zeggen dat er veel meer nieuwe ideeën gegenereerd worden en dat men aan de slag gaat in de organisatie met die nieuwe ideeën. Leerklimaat speelt dus een belangrijke rol. Alleen, als we naar een echte lerende organisatie willen, dan is leerklimaatonderzoeken niet voldoende. Want leerklimaat is nu eenmaal het stukje wat zich boven het water bevindt, het topje van de ijsberg. Onder het water zit wat we noemen leercultuur. En als we het over leercultuur hebben, dan hebben we het over verklaarde waarden en overtuigingen in de organisatie. Ook wij als universiteit, we hebben een visie- en missietekst. Het zijn verklaarde waarden en normen. Bijvoorbeeld, teamwerk vinden we belangrijk, zou zo een waarde of norm kunnen zijn. Maar er zijn ook onderliggende veronderstellingen.
En onderliggende veronderstellingen gaan heel vaak leven omwille van praktijken. Stel dat je als organisatie een individueel beoordelingsgesprek hebt, ja, dan kan de veronderstelling ontstaan dat vooral de individuele prestatie belangrijk is en dat dat teamwerk net iets minder belangrijk is. Het spreekt voor zich dat die onderliggende veronderstellingen en die verklaarde waarden en normen een hele grote invloed hebben op hoe dat leerklimaat gepercipieerd wordt. En dus, als we naar een lerende organisatie willen, dienen we met alle lagen van de ijsberg rekening te houden. We dienen aandacht te hebben voor verschillende types leren, voor leerklimaatcondities, maar ook voor leercultuur. En, vooral nu voor mijn collega-onderzoekers, blijkt dat daar toch net iets minder onderzoek over is, dat minder geweten is over hoe die verschillende lagen interageren met elkaar. Hoe interageert leercultuur en klimaat nu precies? Hoe gaan die leerklimaatcondities en individuele kenmerken, zoals een leermotivatie interageren, ook een vraag voor de toekomst? Of hoe beïnvloeden leerklimaat en cultuur niet alleen de hardere outcome-maten, zoals jobprestatie, maar ook die zachtere maten, zoals welzijn. Er is dus nog werk aan de winkel. Brengt me bij mijn derde deel, en we doen het goed, want ik heb beloofd om tijd te laten voor de receptie. Rol van strategisch leer- en ontwikkelbeleid. We hebben leren gedefinieerd. We weten dat er verschillende types werkplekleren zijn die we graag allemaal willen ondersteunen. We hebben het kort gehad over de rol van de context. We hebben ingezoomd op leerklimaat en leercultuur. Die spelen een rol. Als we nu als learning and development professional, als human resource development manager, als learning and development specialist, er zijn heel veel woorden voor, maar we willen heel graag de context gaan beïnvloeden om meer leren te hebben. Of we willen beleid opzetten om leren op een mooie manier kansen te geven. Hoe ziet zo'n strategisch leer- en ontwikkelbeleid er dan precies uit? Ik ga toch eens drinken. We hebben eigenlijk op basis van wat ik tot nog toe gezegd heb, een paar aandachtspunten die we nu al moeten meenemen. We moeten, als we een strategisch learning and development beleid opzetten, moeten we inzetten op een variëteit aan leeractiviteiten. Want we hebben diverse werknemers in onze organisatie, verschillende leeftijden, verschillende achtergronden, en we willen die verschillende profielen van werknemers graag gaan voeden. Dus een variëteit aan leeractiviteiten voor verschillende voorkeuren. We zetten in op die leerklimaatcondities en we willen rekening houden met onderliggende normen en waarden. Niet iedere praktijk past bij iedere organisatie. En om dit toe te lichten heb ik twee concrete voorbeelden meegebracht. Twee concrete praktijken. Enerzijds de praktijk van de functioneringsgesprekken als een voorbeeld van een strategisch beleid. Een beleid die we allemaal kennen. Straks kom ik met de talentenkaart. Voor sommigen van jullie in de zaal ook heel bekend terrein. Het eerste voorbeeld, die functioneringsgesprekken. Een praktijk die we ook bij onze universiteit kennen. We gaan praten over onze competenties, over onze prestatie. In die gesprekken hebben POP's, persoonlijke ontwikkelingsplannen, een vaak centrale rol. Die gesprekken en die POP's, die vertrekken vanuit een droomvraag, als het goed is. Wat wil de werknemer heel graag gaan bereiken, verwezenlijken hier in de komende jaren in onze organisatie? En vertrekkende uit die droomvraag wordt nagedacht over formele en informele leeractiviteiten. Die kunnen ondernomen worden. En als het goed is, is er nog een tussenstap, die self-assessment. Er wordt nagedacht over, oké, als dit mijn droom is, wat zijn mijn sterktes, wat zijn mijn zwaktes, wat zijn mijn werkpunten? En dus welke formele en informele leeractiviteiten kan ik gaan ondernemen om mijn droom straks te gaan verwezenlijken? In die gesprekken is een leerleider aanwezig, als het goed is. Een manager. En die manager die laat dan meer of in mindere mate ruimte aan de werknemer. Ik ga nu terug naar een onderzoek die ik samen met Isabel gedaan heb en PhD-candidate Christophe Lejeune. En in dat promotieonderzoek hebben we gekeken naar hoe een autonomie
ondersteunende leerleider, manager, in zo'n functioneringsgesprekken een invloed uitoefent op het zelfregulerend leren van die werknemer, van die medewerker. Met andere woorden wilden we weten, als die manager meer autonomie gaat bieden in het leerproces van die werknemer, is het dan zo dat die werknemer beter in staat is om zijn leerproces zelf te gaan organiseren en plannen. En we wilden ook heel graag weten of dat dan leidde tot het ondernemen van meer formele en informele leeractiviteiten en dus een betere jobprestatie. Jullie raden het al, maar uit het onderzoek kwam naar voren dat wanneer er sprake is van een autonomie-ondersteunende leidinggevende, dat die werknemer makkelijker in staat is om zijn eigen POP-proces vorm te geven, zelfs een leerproces te structureren, en bij gevolg gaat hij meer activiteiten plannen en gaat hij beter presteren. Het is een onderzoek die uitgevoerd is bij zowel NGO's, dat was meer kwalitatief onderzoek, als in de bankensector, een meer kwantitatief onderzoek. Brengt me bij mijn tweede voorbeeld, een ander voorbeeld van wat een strategisch human resource development beleid kan zijn, en misschien een beetje een buitenbeentje, maar hier heb ik het over de talentenkaart, nog steeds te vinden op talentenkaart.be. Het is een praktijk die gefocust is op het in kaart brengen, letterlijk, van het collegiale lerende netwerk. En hier in dit geval deden we dat vooral voor startende docenten. Alleen deden we het niet alleen maar met die startende docenten, maar we deden het met ganse teams docenten van een school en we lieten hen in een serie van workshops een kaart tekenen waarin ze van elkaar en bij zichzelf aangaven wat hun expertises waren, wat hun talenten waren. Waarom deden we dat? Zo'n visuele LinkedIn-pagina bijna. Omdat we die startende docenten heel graag wilden helpen met inzichtelijk maken welke expertise in hun collegiale netwerk aanwezig was, zodanig de toegang tot die expertise te vergemakkelijken. Dit magische trio hier, Johan de Wilde, Sanne de Vos en Steven van Mol, hebben samen met mij dit onderzoek gedaan. We hebben enerzijds gekeken op een meer kwalitatieve manier naar de rol van die talentenkaart en of die talentenkaart nu effectief hielp om kennis inzichtelijk te maken in dat collegiale netwerk, of daardoor docenten makkelijk met vragen naar een collega-docent gingen en of ze zich ook voldoende psychologisch veilig voelden om die collega te benaderen. Je kunt je voorstellen, wanneer je iedere keer de domme bel gevonden wordt, wanneer je iemand een vraag gaat stellen, ja, dan ga je dat geen tweede of derde keer doen. Hier willen we vooral psychologische veiligheid creëren met die workshops en we willen ervoor zorgen dat die drempel naar vragen stellen wordt weggenomen. Kwalitatief onderzoek toonde een positieve rol van die talentenkaart. Kwantitatief onderzoek toonde dan weer dat wanneer het collegiale netwerk gekenmerkt wordt door effectief inzicht hebben in welke kennis wie heeft, wanneer er dus makkelijk toegang toe is, wanneer men die kennis waardeert en wanneer er voldoende psychologische veiligheid is om die collega te benaderen, dat er meer feedback gezorgd wordt in dat netwerk en dat die jobsatisfactie onder meer van die startende docenten groter is. En laat dat net dat het probleem zijn. Wanneer die jobsatisfactie niet hoog is, gaan die startende docenten de eerste 5 jaar de job verlaten. En dat is net dit wat we willen vermijden. In de toekomst willen we heel graag nog meer learning and development praktijken gaan onderzoeken. En we willen graag blijven onderzoeken wat de effecten zijn van die learning and development praktijken op enerzijds leren, maar ook weer hier in dit geval welzijn. En we willen nog meer een onderscheid gaan maken tussen type organisaties. Al te vaak worden alle organisaties over dezelfde kam geschoren, maar u kunt zich wel voorstellen dat een kleine organisatie van 50 medewerkers versus een organisatie met 1000 medewerkers, dat die misschien toch wel anders moet benaderd worden wat learning and development beleid betreft. En daar weten we ook nog niet genoeg over. Dus opnieuw een opdracht voor de toekomst. Brengt me al bij het laatste deel van mijn praatje, de rol van het hoger onderwijs. Want jawel, ook het hoger onderwijs, Universiteit Maastricht bijvoorbeeld, heeft een belangrijke rol te vervullen wat betreft levenslang leren. Hele belangrijke zaadjes worden al
plant in die eerdere fase, in die eerdere onderwijsfase, onder andere ook in het hoger onderwijs. Het zijn immers twee verschillende fasen op hetzelfde leercontinuum. En twee verschillende fasen die, als het goed is, allebei inzetten op reflectie stimuleren van studenten of werknemers, zodanig hun leren te stimuleren, zodanig levenslang leren te hebben. En men wil blijvend die inzetbaarheidscompetenties ontwikkelen. Wat doen we dan precies in het hoger onderwijs om reflectie te hebben en om inzetbaarheidscompetenties te ontwikkelen, om studenten klaar te stomen voor de arbeidsmarkt? Dat zetten we in op verschillende pedagogische praktijken. Enkele voorbeelden van die pedagogische praktijken, ik bracht er drie mee vandaag, zijn coaching, maar ook online learning platforms worden steeds meer gebruikt om leren te stimuleren in hoger onderwijs de dag van vandaag, als ook portfoliopraktijken. We hadden het daarnet over POP-praktijken, persoonlijke ontwikkelingsplannen op de werkplek. Een gelijkaardige praktijk zijn portfoliopraktijken in het hoger onderwijs. En laten we eens naar die eerste praktijk kijken, zo'n coachingspraktijk. Ook daar deden we natuurlijk onderzoek naar. En hier deze supervrouw en superman, Niels van der Baan en Wendy Nuis, hebben coaching onderzocht en hebben het eerst en vooral gedefinieerd. Want we hebben vaak de mond vol over coaching, maar wat bedoelen we nu precies met coaching in het hoger onderwijs? En dan specifiek coaching gericht op transitie. Wendy en Niels hebben een onderscheid gemaakt tussen vier types ondersteuning die een goede coach biedt. Een goede coach die biedt sociaal-emotionele ondersteuning, maar die gaat ook autonomieondersteuning bieden, net zoals die leerleider van daarnet. Die gaat dus ook hier de lerende, de coachee, zelf laten kiezen welke stappen in zijn leerproces kunnen genomen worden, bijvoorbeeld. Er wordt ook aan netwerkondersteuning gedaan. De coachee wordt geholpen zijn netwerk uit te breiden, maar ook het netwerk van de coach wordt ter beschikking gesteld. En er wordt aan loopbaanondersteuning gedaan, carrièrebegeleiding of studiebegeleiding in het hoger onderwijs. Zij vonden dat het belangrijk is om als coach die vier types ondersteuning aan te bieden, maar je wel aan te passen naar gelang de coachee zijn noden aan de coachee. Het kan zijn dat de ene coachie meer behoefte heeft aan bijvoorbeeld netwerkondersteuning dan de andere, dan ga je die ook meer bieden. Zij hebben de relatie, hoe kan het ook anders, met reflectie en inzetbaarheidscompetenties onderzocht en vonden natuurlijk dat wanneer een coach deze types ondersteuning biedt, dat het tot bredere en diepere reflectie leidt en dus meer ontwikkeling van die inzetbaarheidscompetenties. Vonden zij in zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek terug in verschillende hoger onderwijsinstellingen. En dan toch een klein beetje reclame. We hebben ook een heel mooi boek erover geschreven, vers van de pers. Twee maanden geleden kwam het boek uit. Als jullie graag meer willen lezen over die definities, of misschien nog beter hele handige tips en tricks willen over, want we zijn allemaal wel eens coach, hoe doe ik dat nu precies, die vier types ondersteuning bieden, ga naar de betere boekhandel, coaching op de grens van opleiding en werk. Brengt me bij mijn tweede voorbeeld, de tweede praktijk die we in hoger onderwijs heel graag hanteren. Een praktijk die onderzocht wordt door Perry Heijman. En Perry Heijman en Peter van Rosmalen zijn samen aan het kijken naar die online learning platforms en de effecten daarvan. Perry heeft bijvoorbeeld hier ook bij Universiteit Maastricht het employability platform onderzocht en heeft het platform onderzocht door daar een reflective practice bril op te leggen. Die heeft gekeken naar zo'n platform. Is dat nu een platform die echt een reflexieve praktijk ondersteunt? En welke kenmerken, welke features heeft dat platform nu nodig zodanig dat die reflexieve praktijk optimaal ondersteund wordt? Die reflexieve praktijk gaat over de vijf punten die er mooi opgelijst staan. Het gaat over bewustwording creëren, over sterktes en zwaktes. Het gaat over analyseren van jouw startsituatie. Het gaat over nadenken over mogelijke oplossingen, om werkpunten aan te pakken. Het gaat over actie ondernemen, leeractiviteiten ondernemen. En het gaat over reflecteren op die leeractiviteiten in een continue cyclus.
Perry, zijn onderzoek loopt nog volop, maar ook hier zijn de eerste signalen positief. Wanneer een online platform features heeft die net deze cyclus, deze reflexieve praktijk, mogelijk maakt, dan krijgen inzetbaarheidscompetenties, of althans het ontwikkelen van die inzetbaarheidscompetenties, meer kansen. En heel gelijkaardig, een onderzoek hier van Remy Scoop. Remy die keek naar portfoliopraktijken, ook weer door die reflexieve praktijkbril. En hij vond dat portfoliogebruikers in een lerarenopleiding in België, dat zij veel meer gaan reflecteren en veel meer ontwikkeling hebben van competenties, in tegenstelling tot hun collega's die het portfolio niet gebruiken en die daar ook geen coaching op krijgen. Dus stond ook maar nog eens aan dat een portfoliopraktijk voor de non-believers onder ons wel degelijk een effect kan hebben op voorwaarde dat die praktijk die reflexieve fase netjes ondersteunt en dat het gepaard gaat met coaching. We kunnen concluderen dat wat het hoger onderwijs betreft, dat hier met een moeilijk woord, die ontwerpprincipes, dat de karakteristieken van die pedagogische praktijken heel vaak dezelfde zijn. Want ik keek naar coaching, ik keek naar online learning platforms, ik keek naar portfoliopraktijken en blijkt dat vaak diezelfde kenmerken terugkeren. Het gaat heel vaak over tools die helpen om het leerproces te structureren, die op die manier het zelfreguleren van studenten boosten. Annick, zelfregulatie ondersteunen is belangrijk. Feedback speelt een rol. Feedback van een coach, maar het kan ook zijn dat het feedback is die online gegenereerd wordt. Maar het speelt wel een belangrijke rol. En reflectie is een cruciale sleutel tot het ontwikkelen van die competenties. Dezelfde principes die we terugzien in die verschillende pedagogische praktijken in het hoger onderwijs, misschien zelfs dezelfde pedagogische principes die we daarnet zagen in mijn learning and development praktijken. In de voorbeelden die ik jullie toonde wat strategic human resource development beleid betreft. Ook daar komen eigenlijk diezelfde principes terug. Ook op de werkplek, wanneer je strategisch beleid gaat maken, is het belangrijk om feedback te hebben, om reflectie te blijven stimuleren, om zelfregulatie op een autonomie-ondersteunende manier te ondersteunen. Als die ontwerpprincipes dezelfde zijn en als we erin slagen om leren op dezelfde manier te ondersteunen in het hoger onderwijs en op de werkplek, dan kan het toch zo moeilijk niet zijn om die glazen wand tussen beide werelden te doorbreken. Dan moet het toch mogelijk zijn om de brug tussen beide werelden heel makkelijk te slaan. En dan moet die kloof, die nu nog vaak benoemd wordt, de kloof tussen hoger onderwijs en arbeidsmarkt, helemaal niet zo'n probleem meer zijn. Op voorwaarde dat we die praktijken, die leerpraktijken, op dezelfde manier gaan vormgeven. Ook hier, collega-onderzoekers, nog wat werk voor de toekomst. We willen heel graag die principes verder nog in kaart brengen. Er gebeurt al heel wat werk rond die principes. Maar toch, wat is nu de link tussen die principes en het ontwikkelen van inzetbaarheidscompetenties? Welke effecten hebben onderwijspraktijken op welbevinden van studenten? En welke onderwijspraktijk voor welk profiel student? Daarnet hadden we verschillende organisaties die een verschillende aanpak vragen. Hier hebben we verschillende studenten die een gepersonaliseerde aanpak vragen. Dus ook wel heel belangrijk om bijvoorbeeld rekening te houden met verschillen in voorkennis, verschillen in discipline. Is het praktijkgerichte opleiding of meer een kennisgerichte opleiding? En zo verder. Het mogen duidelijk zijn dat de weg naar een mooie toekomst, een toekomst vol leren en ontwikkelen van en met elkaar open ligt. Een mooie toekomst naar nog meer onderzoek naar levenslang leren. En vooraleer ik helemaal afsluit, wil ik graag nog enkele mensen bedanken. Ik had beloofd het kort te houden, maar mijn bedanking is misschien toch iets langer geworden dan gepland. Enkele mensen wil ik heel graag expliciet bedanken. En niet te lang, want dan komt de receptie. Maar voor eerst Universiteit Maastricht en de School of Business and Economics.
Voor deze mooie kans en het vertrouwen bedankt rector Magnificus Pamela Habibovic en prorector en decaan Marielle Heiltjes, ook voor de warme introductie daarnet. Als ook onze voormalige decaan Peter Mulgaert voor het initiëren van mijn aanstelling als hoogleraar. Further, and you saw it, I stand here today delivering an inaugural address, but this inaugural address would not have been possible without the many PhD students with whom I have worked or am working. I am constantly amazed by their perseverance and resilience and proud of the path they have repeatedly taken in a self-regulated manner. It is especially enjoyable for me to see you guys grow and flourish again and again. Thank you, Dominique, Mike, Beverly, Antoine, Oscar, Sanne, Steven, Christophe, Peggy, Samantha, Niels, Wendy, Remy, Perry, Matthijs, René, Aisha, Idwer, Annemarie, Annico, Ainsley, Roberta en Mark. Dat is een hele rij. Onderweg konden ze ook rekenen op de steun van Wim, Marcel, Jan, Isabel, Johan, Inke, Laurie, Peter, Bas, Jared, Jill, Mieke, Christine, Jascha, René, Jonas, Tim, Dominique en Gabi. Beste promotoren en co-promotoren, het was en is een eer om met jullie te mogen samenwerken. Ook een grote dankjewel aan vele organisaties en overheidsinstanties en subsidiegevers die steeds mee hun schouders onder de vele onderzoeksprojecten hebben gezet. Zonder deze mooie samenwerkingen geen onderzoek en leren van en met elkaar. Thank you to my colleagues and former colleagues at ERD and the SBE Learning Academy for the warm nest, the team spirit, motivating and encouraging each other, taking care of each other, the sympathetic ear, and especially the many cozy cake moments, dinners, and outings. Work hard, play hard, it remains a beautiful motto. Een bijzondere dankjewel aan Henny en Manon, de kloppende harten van de afdeling, en aan onze departementsvoorzitter Wim Gijselaars. Hij leerde me vele jaren terug al de kneepjes van het vak en liet me het belang van een autonomie ondersteunende, warme leeromgeving ervaren. Hij toonde me hoe je een warm klimaat in praktijk vormgeeft. De collega's van de School of Business and Economics en UMIO, in het bijzonder de collega's met wie ik al die jaren heb samengewerkt als lid van het managementteam van het Onderwijsinstituut. Ik zag hier al verschillende gezichten. Huub, Mark, Martin, Anita, Kai, Joël, Marieke, Peggy en alle andere lieve collega's bij PDQA, Kendra, Monique. Wat hebben we een gezellige, maar ook productieve tijd gehad. Jullie harde werk doet ons onderwijs hoge toppen scheren om trots op te zijn. Bedankt aan de collega's bij EdLab, in het bijzonder de Continuous Professional Development Coördinatoren en het Inspiring Educational Leadership Trajectory Team. Maar ook bedankt aan Ellen, Dominique, Oscar, Walter en Lena. We hebben samen mogen verder timmeren aan de docentprofessionaliseringsweg bij UM. En ik ben er zeker van dat er nog meer mooie stappen zullen volgen. Bedankt aan al die andere UM-collega's, in het bijzonder de ERD-collega's bij de medische faculteit. Diana, Boukje, Evelien, Jill, Jascha, René en Peter, maar ook de collega's op Centraal. De collega's van het Staff Career Center bijvoorbeeld, altijd heel fijn samenwerken met jullie. Les collègues de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, en particulier Isabelle, Marianne, Catherine et Stéphane, pour les bons moments passés à Louvain et les beaux projets qui en ont résulté. Merci beaucoup. Bedankt ook aan de collega's waar ik de afgelopen jaren heel nauw mee heb samengewerkt in het kader van verschillende onderzoeksprojecten over universiteiten of hogescholen heen. Het zijn er te veel om op te noemen, maar ik durf toch enkele namen droppen. Eva Kind, Maaike Endedijk, Ilja Zitter, Renate Wisselink, Ellie de Bruin, Arthur Bakker, Johan de Wilde, Philip Riley, Bart Rintjes en Marcel van der Klink. De vrienden en familie. In het bijzonder de vrienden en familie hier aanwezig en online om er steeds weer te zijn, om mij te steunen in alles wat ik onderneem, maar ook de gezellige babbels, diners en uitstapjes of wandelingen. Ik zou jullie voor geen geld willen missen. Tot slot, mijn ouders voor het warme nest, de goede basis om het te tonen wat het betekent om door te zetten, altijd de West-Vlaamse voetjes op de grond en het goed afstellen van mijn ethische parameters. Zoals Brigitte Kaandorp het ooit zei, ik had me op dit moment graag op de grond laten vallen, zoals een Portugese vrouw. Maar ja, wij komen nu eenmaal uit de polders. Joris en Adina, voor jullie liefde en onvoorwaardelijke steun. Joris, de vleugels van mijn vlucht, voor het omgaan met mijn drukke agenda. Steeds weer inspringen thuis en ondertussen ook nog de was, de plas, de tuin, twee verbouwingen en het eten doen.
For the record, als jullie nu denken, die Simon doet echt helemaal niks thuis, dat klopt niet. En last but not least, bedankt Adina, omdat jij bent voor het zorgen voor anderen, omdat je het fijn vindt om samen je outfit samen te stellen 's morgens, omdat je geniet van gezellig aperitieven samen, scrollen op de iPad, turnen, springen en zwemmen of gewoon lekker ongeremd zingen en dansen. Dank je wel. Kortom, jullie allemaal aanwezig en online uit de grond van mijn hart, bedankt. Ik heb gezegd. Simon, ik denk dat alleen je dankwoord al karakteriseert wie je bent en hoeveel vrienden je om je heen hebt verzameld en hoeveel mensen je mee samenwerkt en om je geven. En ook trouwens je oratie, want de waardering geven aan alle mensen met wie je hebt samengewerkt door de foto's te noemen is heel erg mooi om te zien. En daarnaast vond ik het ook wel dat je ons aan het werk gezet hebt, als ik heel eerlijk ben. Want toen ik daar zat, toen dacht ik eerst, oké, dit gaat dus over ons. Want wij zijn allemaal medewerkers van een organisatie hier, werkplek leren binnen de UM, binnen SBE. Wat voor leerleider ben ik nou eigenlijk? Zijn we nou formeel leren, informeel leren? En die talentenkaart, dat is wel een heel mooi idee om dat tijdens het bestuurlijk overleg met al die departementsvoorzitters een keer in te voeren. Daarnaast dacht ik van nou, binnen de opleidingen waarin ieder van ons hier voor staat, nou heb je natuurlijk ook prachtige suggesties gegeven om daar de transitie over dat leven lang leren echt een injectie te geven. En dat riep bij mij wel de vraag op, daar kunnen we het misschien later nog wel een keer over hebben, dat als je zelf als academicus en medewerker van een organisatie dit niet in de praktijk kunt brengen of hebt geleerd te brengen, lukt het je dan wel om het goed in onderwijs te verwerken? Maar daar kunnen we het misschien nog wel een keertje over hebben. Want hier is natuurlijk helemaal niet de plek om daar nou een hele discussie over aan te gaan, maar de plek om je te feliciteren. En dat wil ik zeker ook doen namens het bestuur van de School of Business and Economics en het college van bestuur van de Universiteit Maastricht. En het is bovendien, want ik ga het echt niet langer maken, want jij hebt gezorgd dat de mensen naar de borrel kunnen, de tijd om het ook te vieren. Dus dat gaan we nu doen. Na een laatste felicitatie. En ik wil u vragen om, als deze zitting gesloten wordt, om eerst het cortège naar de refter te laten gaan. Die bent er natuurlijk uitgenodigd voor een hapje en een drankje. En neem gewoon dat hapje en een drankje, zodat er niet een lange receptierij ontstaat, want Simon die is er sowieso wel. En hiermee sluit ik deze academische zitting.